Ieder jaar kijken we terug op het afgelopen televisieseizoen. U zegt net al die waanzinnige sportmomenten op tv. Maar waar was u nog meer van onder de indruk? Wij hebben u gevraagd welk televisiefragment bij u favoriet zijn. En dit is de top 10. Op nummer 10, de glansrol van Annette Malherbe als Willemijn in Gooise Vrouwen. Het gehobbel over de Gooise klinkers wordt daar iets te veel. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I want. Gaat het? Ja, ik heb al hard gefietst. Nummer 9. Bert Twitty, de moeder van de verdwenen Natalie Holloway, bij Jensen op de bank. The part when I really want to come through and I really want to just kill him, Robert. Now, I mean, when he imitates her, when he imitates her actions as she's suffering. Because I asked you last time you were on the show, and I can understand you couldn't formulate an answer, but I said, is there something you want to say to Joran? And you, I think you wisely said no. But if I were to ask you the same question right now, would you say something to him? Oh, I mean, Robert, I probably wouldn't say anything. I'd just kill him if I got him next to me. Op nummer 8. Het medium Char voelt alles aankomen. Toch wordt ze ontmaskerd in Zembla. Is there an E or I in the name? I. Is it S-I? Is there an H? Is there a man or a woman H? Or boomer? Is it Hold on. H? Is there a man? And she doesn't get a reaction on that immediately. Or a woman, you see? So she's got both the possibilities covered. But afterwards, people tend to recite this and say, she knew there was an H, a man with the name H. No, she didn't. She asked if there was such a thing, and she got the answer. Nummer 7. Gordon is opnieuw aan het rillen. Als Idols jurylid stapt hij woedend op. Nou, als ik puur afga op performance, dan denk ik dat we afscheid moeten nemen van Neil. De eerste kandidaat die alsnog door is na die show is Neil. Heb je trouwens gezien dat Gordon gewoon boos is weggelopen? Gordon has just left the building. Omdat hij het niet eens is met de uitslag. Nummer 6. Tranen bij Domino Day. Miljoenen steentjes vallen, maar dit jaar wordt het record niet gebroken. Dit wordt secondenwerk, ja. Dan moet het tunneltje open. Hij blijft staan in het midden. Gaan de sluizen open? De sluizen gaan niet open. De teddybeer zou omhoog moeten, maar dat doet hij niet. Oh. Nee. Oh, we hebben ze zo nodig, die stenen. Het is niet gelukt. Droevenis. Nummer 5. Boer Jan. In Boer zoekt vrouw is hij geen hartenbreker. Wanhopig laat hij zijn vrouw achter. Vind je dat nou wel een beetje leuk? Nou, ik mis wel wat. Ja, nou, Pier. Doe ik het beter opgewonnen, meneer, wees ik hier. Ja, hè? Op nummer 4, het enfant terrible van de Nederlandse televisie. Terror Jaap wint de omstreden Gouden Kooi. Wie wordt de miljonair? Wie pakt de hoofdprijs? Het is Jaap! De top 3. Feest bij de Oranjes. De 65-jarige prinses Margriet viert haar verjaardag met een openhartig interview. Ik ben niet iemand die erg eerzuchtig is. En ik ben ook niet iemand die heel erg eerste viool speelt. Zo ben ik nog één keer gebakken. Dus wordt me wel eens verweten dat ik te weinig eerzucht heb. Maar zo ben ik nog één keer. U had nooit eens een dagje nummer 1 willen zijn? Nee. Nummer 2. Blote billen bij Paul de Leeuw. Een streaker in onderbroek moet eraan geloven. Komt hij zomaar binnen onaangekondigd? Dan denk ik, nou, wat voor vlees heb ik in de kuit? Nee, ik ben een vriend. Jij bent begonnen. Dan moet je ook echt streaken. Als je strikt, moet je echt streaken. Uitstrikken. En volgens u overtuigend op nummer 1, Peter R. de Vries. In een spraakmakende uitzending ontmaskert hij Joran van der Sloot. Wij ontdekten tijdens een bloedstollende verborgen camera-actie wat er met Natalie is gebeurd en wie dat heeft gedaan.
Dus ik zit met haar en ik zit met haar te zoenen en ik zit met haar vingeren en ze zit met haar hand in mijn broek en zo. Ja, in één keer, Patrick. Trillen? Ja, man, in één keer. En ik zo, kom in, joh, wat is dit allemaal, weet je?